Dames en heren, welkom bij deze deep dive van ProBeleggen, de tweede in successie. Dit keer met als speciale gast Stefaan Kastelein, specialist in Belgische aandelen. Welkom Stefaan. Ja, dank u Albert voor de uitnodiging. Blij om dit te doen. Ja, nou ook super dat je er bent. We gaan een mooie serie maken met verschillende pro's van ProBeleggen. Je had een plaatje meegenomen natuurlijk van Never Waste a Good Crisis. Dat is eigenlijk je eerste slide. Van waar deze tekst, Stefaan? Ja, kijk, waar je ook gaat, je hoort, is crisis. Er zijn veel problemen en uiteraard, we kennen de energiecrisis en de zorgen die we daar allemaal rond hebben. Ja. Maar inderdaad, ik wil weergeven, crisis biedt mogelijkheden, zeker in bedrijven. Vaak is het moment, we zullen het direct nog verder over hebben, hoe bedrijven alles toch opnieuw een beetje op scherp zetten, nieuwe mogelijkheden bieden. Dus ik wil eigenlijk als beleggers ook zeggen, kijk naar die mogelijkheden en bekijk de opportuniteiten die er zijn. Ja, dus je kan ze pakken in deze tijd. Ja, volgens mij wel. Dan gaan we even naar de agenda. We stellen je zometeen even de mogelijkheid om je voor te stellen aan de kijkers. Want we zenden dit uit op de aandeelhouderkanaal. En de aandeelhouder en ProBeleggen zijn zusterbedrijven van elkaar. Dus vandaar dat we er op deze manier doen. We geven jouw visie op de markt. Hè. We gaan het waarschijnlijk over een aantal crisissen hebben. Kijken we even naar de portefeuille bij ProBeleggen. En dan nog een aantal tips. Dus als eerste... Wie is Stefaan Kastelein? Ja, dus ik loop al een tijdje rond in deze beleggingswereld. We zullen straks ook nog over hebben. Ik ben ooit begonnen in oktober 1987. Dus ik kan al een beetje raden wat mijn leeftijd is. En die oktober 87 is wel belangrijk. Nu binnen... Dat is wel een speciaal moment. Het kan geen toeval zijn. Straks ook nog iets over. Maar ja, dus in mijn carrière... de voornaamste bedrijf waar ik ooit gewerkt heb, was Bank Corlui. Dat was een onafhankelijke Belgische effectenbank. Is later verkocht aan ABN AMRO, dat is niet zo'n goed idee volgens mij. Maar bon, wat wel belangrijk is, wij hebben toen een fonds opgestart, dat heette Vlam 21, belegde in Vlaamse aandelen. Heeft toen, dat was in alleen de jaren in Vlaamse, 90, niet in Waalse. Dat waren alleen Vlaamse aandelen. Hè. En dat heeft toen wel echt in de jaren 90 zeer goed gedaan. Veel beter dan de Belgische aandelen. Het werd zelfs bijna een politiek gegeven in België, dat de Vlaamse aandelen het beter deden. Dat was trouwens de start van sommige aandelen die ik nu altijd in portefeuille heb, zoals Melexis en dergelijke meer. En andere die ik nu niet meer heb, zoals Lotus Bakeries, de koekjes. Maar dus ja, een heel succesvol fonds. En later heb ik natuurlijk nog wel bij andere firma's gewerkt. Maar nu, sinds een aantal jaren, ben ik partner bij Eén Vermogensbeheer. Mm-hmm. We zijn een onafhankelijke Nederlandse vermogensbeheer die ook actief is in België. Dus we zijn echt een Belgische-Nederlandse combinatie. Wat heel leuk is en eigenlijk ook relatief origineel. We vinden toch niet te veel bedrijven die dat ook doen. Ja. Maar wij vinden wel dat dat een heel goed idee is. Want wat is jullie beleggingsaanpak bij Eén Vermogensbeheer? Ja, een van de elementen is inderdaad dat we relatief veel in lokale aandelen investeren. En de lokale aandelen zijn dus de Belgische en de Nederlandse. Dus onze portefeuilles bevatten heel veel Belgisch-Nederlandse aandelen, omdat we die juist heel goed kennen. Ja. En dat we daar extra toegevoegde waarde in kunnen bieden. En uiteraard worden die wel aangevuld dan met internationale aandelen, maar het zijn dan de zeer grote. Hè. Microsoft en Mastercard, dus dat soort bedrijven die wij dan niet hebben. Hè. Wij zijn de België-Nederland samen. Ja. En dan beleggen we ook wel in dergelijke aandelen. Maar dus aanpak toch vooral individuele aandelen. Dus dat is toch wel het unieke om zo te zeggen dat we duidelijk kiezen voor de aanpak individuele aandelen, ook wel obligaties, maar meer aandelen in feite. Ja. Ik begrijp dat jullie in 2021 een fantastisch jaar hadden en nu 2022 is waarschijnlijk juist voor elke belegger is het wat moeilijker natuurlijk, want obligaties hebben een klap gekregen, aandelen hebben natuurlijk een klap gekregen, ondanks dat we natuurlijk mooi hersteld zijn de laatste tijd. Hoe kijk jij naar dit jaar en naar Ja, het is natuurlijk niet zo'n makkelijk jaar geweest en zoals gezegd inderdaad, nog maar anderhalve maand geleden stonden ook onze portefeuilles toch wel negatief. De laatste maand is inderdaad goed geweest, dankzij een aantal aandelen die we vandaag ook zullen bespreken. Ja. Maar ook Nederlandse ASML, BC en zo is toch wel goed hersteld. Dus het valt alleen in die zin toch nog wel mee. Ik had gisteren toch nog een klant die mij ook belde en die eigenlijk op zich wel aangenaam verrast was dat het maar een beetje gedaald was. Hij had een grotere daling verwacht. Dus dat is wel het goede nieuws, denk ik. Ja. Ik denk dat mensen toch wel aanvoelen, het valt toch nog eigenlijk nog wel best mee. Mooi. En ook heel fijn dat je hier de moeite hebt genomen om naar ons toe te komen. En wilt u nou meer weten over Stefaan en Eén Vermogensbeheer? Hieronder zetten we even de link. Dan kunt u altijd even een kijkje nemen op de website om te kijken van wellicht is het voor u interessant om dat te overwegen. Dus specialist ook in lokale aandelen. Dat doen niet veel vermogensbeheerders. Dus super interessant. Wilt u nou
al deze video's direct in uw tijdlijn. Klik dan ook even op de abonnementsknop hieronder. Dat zou heel fijn zijn. Dan krijgt u ze direct in uw tijdlijn. Dan ja, kunnen we nog meer mooie content voor u maken. Zoals vandaag de Deep Dive met Stefan. Nou ja, we trapten af met de crisissen. Dus ja, laten we daar dan eens naar gaan kijken. Je had een aantal crisissen meegenomen. Ja, dus als ik in 1987 begonnen ben, kan ik al behoorlijk wat crisissen teruglopen. Maar laten we het over de laatste 15 jaar hebben. In de laatste 15 jaar is dit onze vierde crisis. Hè. 2008, 2009 was de financiële crisis, wat toch wel een pijnlijke crisis was. Maar het punt is in feite dat na de crisis er veel recht gezet. Het financiële systeem is nu gewoon veel robuuster dan het was tijdens de financiële crisis. Mm-hmm. Zijn maatregelen genomen, financiële instellingen zijn sterker, ook die subprime leningen en zo, daar is daar toch echt aan gewerkt. Dus het financieel systeem is robuuster uit de financiële crisis gekomen. Ja. Dan hebben we in 2012 de eurocrisis gehad. De schulden. Op een bepaald moment vreesde dat Griekenland, Italië, dat al die landen onderuit zouden gaan. Hoeveel rente konden we maken op een Griekse lening? Ja, op een bepaald moment 15%. Had je ze maar gekocht toen? Ja, inderdaad. Want wat is er toen gebeurd? Toen is Mario Draghi, die toen nog de voorzitter was van de ECB, die is naar Londen gegaan en zei, we will save the euro, whatever it takes, and believe me, it will be enough. En hij heeft duidelijk gemaakt, ja, ook al kan je over de euro heel veel zwakke punten zeggen, als de centrale bank de euro blijft verdedigen, ja, dan zal die blijven bestaan. En dus de euro is sindsdien een gegeven, ik denk zelfs nu, zelfs in Italië eigenlijk niemand stelt nog echt de euro in vraag. Hè. Dat zou ik als ik in Italië woon ook niet doen. Ja, dus op dat moment was dat wel. Hè. Dus toch, hè, dus iedereen is erover eens, de euro blijft. Dus de eurocrisis is uiteindelijk dan toch versterkt, of de euro is gesterkt uit de eurocrisis gekomen. Mm-hmm. En dan natuurlijk de meest recente crisis, we weten het allemaal, de coronacrisis. Ja. Heel uitzonderlijk. Hè. Als je nu op terugkijkt, alles werd stilgelegd. Dat is onvoorstelbaar. Maar toch, wat is daaruit gekomen? Dat feit dat we veel meer doen wat we nu doen. Hè, de online meeting. Afgelopen kerst zaten we volgens mij in Nederland gewoon drie weken lang in een lockdown. Onvoorstelbaar, hè? Onvoorstelbaar. Het voelt als eeuwen geleden. Ja, het voelt dat gelukkig, hè, eeuwen geleden. Hè. Maar dus inderdaad, al bij al toch een zware crisis. Maar wat is, daar sindsdien doen we veel meer die online meetingen. Ja. Je kan nu tegenwoordig ook documenten online tekenen, zelfs advocaten, alles wordt nu online gebeurd. Allemaal zaken die vroeger quasi niet mogelijk waren, zijn nu dankzij die crisis eigenlijk weer mogelijk geworden. Dus bedrijven zijn ook weer in staat geweest om zaken op scherp te zetten, nieuwe systemen door te boeren. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het punt. Iedere crisis biedt zijn mogelijkheden. Dus nu maken we, laten we zeggen, de energiecrisis weer. En ja, dat biedt dan toch wel wat mogelijkheden. Hè? Dus, dat is eigenlijk... Ja, we hebben de coronacrisis zit nog. We waren nog bang dat die misschien nu nog wel weer een keer zou opflakkeren. Maar ja, we zitten alweer in de nieuwe crisis natuurlijk. Ja. Dus je had ook een plaatje meegenomen natuurlijk. Het is altijd crisis, ja. Ja. Ja, dus inderdaad, wat de Zelensky oorlog betreft, het is uiteraard heel pijnlijk wat er gebeurt. Hè. Ja. En het is onvoorstelbaar dat dit allemaal gebeurt. Dus het is natuurlijk een beetje cynisch om te zeggen, dat is een opportuniteit. Hè. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ja. Maar het is toch wel zo dat het gaat toch weer een aantal gevolgen hebben. Bedrijven zetten opnieuw hun business op punt, op scherp. Denken na van hoe kunnen we efficiënter optreden, vooral wat energie betreft. Die vraag was er voor die natuurlijk ook wel. Hè. Maar als de gasprijs laag is, zijn we toch allemaal ietsje vlotter met de temperatuur wat hoger zetten. En zo. Dat is zo. Hè. Dus ook bedrijven, iedereen is toch veel meer gefocust om energie-efficiënt te zijn, om nieuwe energiebronnen aan te boren. Ja, dat is zo. Hè. Dus die crisis biedt toch ergens opnieuw ook die opportuniteiten. Ja. En wat de oorlog zelf betreft, ja, ik ga zeker niet zeggen, ik ga voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat is volgens mij quasi onmogelijk te voorspellen. Maar het lijkt er wel op toch dat het, hoe cynisch ook is, wat minder belangrijk zal worden. Hè. Het is mogelijk dat de Russen en de Oekraïners ergens stellingen gaan innemen en misschien een tijdje op die stellingen gaan blijven zitten. Maar met het idee eigenlijk van, ja, wij zoeken nu naar alternatieven natuurlijk, hè, en masse om aan onze elektriciteitsbehoeften te voldoen. Zo bedoel je het eigenlijk met minder belangrijk. Hoe cru het ook klinkt inderdaad, want het heeft niks te maken met het menselijk leed, maar gewoon de impact door die andere oplossingen, dat het dan toch voor de economie wat weg hebt. Ja, inderdaad. Ja, dat is de nuchtere realiteit, denk ik toch wel. Hè, nuchtere realiteit. En laten we uiteraard hopen dat die oorlog zo snel mogelijk voorbij zal gaan. Hè. Maar wat de bedrijven betreft, ja, iedereen heeft toch zijn zaak op scherp gezet. Hè. Ik denk dat wel duidelijk is.
En dan had je ook een plaatje meegenomen over ja, de terugval in Europa. En je had nog een, dus op, iets uit de oorlog meegenomen. Ja, maar ja, op de grafiek kan je de vier crisissen zien. Hè, dus de financiële crisis 2008, 2009, eurocrisis 2012, covid-crisis 2020 en de huidige crisis. En je ziet een aantal lijntjes op die grafiek. Maar wel belangrijk is, een van de lijnen is de consumentenvertrouwen in de eurozone. Dat is nu enorm teruggevallen. Dat is nu even hard teruggevallen als tijdens de COVID-crisis of tijdens de financiële crisis. Een andere lijn is de PMI, dat is de Purchasing Manager Index van de Europese bedrijven. Dat zijn eigenlijk de orders van de bedrijven. En dat is veel minder teruggevallen. Dus de huidige crisis is toch een crisis waarbij de consument heel pessimistisch is, omdat hij uiteraard zijn energierekening heeft zien oplopen en die veel problemen ziet. Maar de bedrijven zien dat veel minder in hun orders. En dat is een verschil met vorige crisis, waarbij de orders wel heel fors terugvielen. Dus in die zin is het wel een beetje een merkwaardige crisis, met relatief veel pessimisme en toch niet zo'n verre terugval. En daarom heb ik laten we zeggen, die affiche uit 1944 erbij gehangen. Toen was er een bepaalde uren geen gas en was er geen elektriciteit. Ik heb het gevoel dat sommige mensen tot voor kort dachten, deze winter zal ook zo zijn. Hè. We zullen geen gas en geen elektriciteit hebben. En zo erg is het toch niet. Hè. Ik denk dat zie je nu in België bijvoorbeeld, dan dat ik kan me het niet voorstellen, maar dat de kroegen en de restaurants wat leeg komen te staan, omdat het consumentenvertrouwen zo laag is? Of, nee, dat is dan ook een van de eigenaardige ironieën. Hè. Dus de consument zegt wel dat hij pessimistisch is, maar hij gaat wel op restaurant en gaat wel op reis. En het is een, op dat gebied wel een beetje een merkwaardige crisis. Hè. Dus laten we zeggen, de toekomst is altijd wat onzeker, maar mij zou het niet verbazen, moesten we relatief kort, binnenkort ontdekken dat de consument eigenlijk te pessimistisch was en dat consumentenvertrouwen toch terug oppikt. En dat het eigenlijk de bedrijven zijn die gelijk hebben, die minder pessimistisch geworden zijn, dat die gelijk hebben. En je hoort nu wel natuurlijk veel meer bij de updates, hè, over het derde kwartaal, dat veel bedrijven toch wel wat ontspannenheid zien op die supply chain, hè, op die toeleveringsketen, dat er toch die druk er iets minder op staat. En ze hebben natuurlijk wel te maken met die inflatie, want we zagen vandaag ook weer een bedrijf in Nederland 16% omzetgroei, maar 4% EBITDA-groei. Oftewel, alles doorprijzen is nog niet mogelijk, maar het lijkt er toch wel op dat veel bedrijven het wel redelijk goed weten te managen. Ja, dat is mijn mening toch ook wel. Hè. Dus in die zin, de meeste bedrijven die ik toch ook waar contact mee gehad heb, zijn toch wel in staat om, laten we zeggen, die marge te behouden grotendeels. Ja. Hè. Dus de inputprijs is toegenomen. Ja, energie is voor hen ook duurder, uiteraard. Ja. En arbeid is soms ook duurder geworden. Maar ze slagen er toch wel in om die prijzen door te rekenen. Dus dat wil zeggen, die orders blijven ook. Hè. Want als je geen orders meer hebt, kan je de prijs natuurlijk niet doorrekenen. Hè. Dus ja, op dit moment vind ik dat wel. En het is toch wel opvallend, er zijn toch meerdere bedrijven die na het cijfers tweede kwartaal goede cijfers nog hadden, maar toch wat voorzichtig waren voor de toekomst. En nu inderdaad, cijfers derde kwartaal zijn opnieuw goed. Ja. En ze worden er toch wat relaxer in. Dus die schrik ook is toch een beetje weggeëpt. Ja. En als ik dan het woord recessie zeg, wat zeg jij dan? Ja, wat is een recessie? Hè? Technisch, officieel is een recessie als er twee kwartalen na elkaar negatieve groei is, dat is een recessie. Dus ja, dan zullen we misschien wel een recessie hebben, hè? Maar of dat die recessie zal betekenen dat de winsten en de bedrijven daartussen waar onder zouden lijden, ik denk het niet. Of ik zou zeggen, mijn inschatting op dit moment is van niet. Nee. Nee. Dan natuurlijk het thema wat iedereen bezighoudt, dat is de inflatie. Ja. Vorige week zagen we natuurlijk dat in Amerika de inflatie wel geteld 0,2% of 0,3% was nu onder de verwachting uitkwam. En het leek wel een complete koopgekte dat alles wat nog in het schap lag, moest eruit worden gerukt. En dan heb ik het over aandelen in het schap. Deze twee plaatjes meegenomen. Ik zou zeggen, de voornaamste driver van die inflatie, er zijn een paar drivers geweest. Enerzijds de supply chain ook wel een driver geweest. Maar de voornaamste driver is uiteindelijk energieprijzen geweest. Hè. Door de oorlog is de prijs van olie en vooral de prijs van gas enorm toegenomen. Dus dat heeft de energie opgedreven. Daar ziet u op de rechtse grafiek, ziet u dat eigenlijk energieprijzen in Europa
gemiddeld 40% gestegen zijn. Dus dat is enorm. Hè? En dat heeft de totale inflatie gemiddeld in Europa op 10% gebracht. Wat ook enorm is. Hè? Dat hebben we met z'n allen nog niet meer meegemaakt sinds de jaren 70. En dat kunnen we ons al niet zo goed meer herinneren. Hè? Dus ja, uitzonderlijk hoge inflatie. Maar ja, hebben ze in Nederland krijgen we binnenkort, in januari gaat het prijsplafond voor energie in werking. Is er in België ook een compensatiemaatregel voor de energieprijzen voor mensen thuis? Of niet? Ja, inderdaad. Ja? Ja. Dus die gaat ook in december. Die ging eigenlijk eerst in november ingaan, maar dan was er niet klaar voor. Dus die gaat ook. Ja, dus in België ook compensatie voor de energieprijzen. Ja, ja. Dus ja, ik denk dat dit natuurlijk wel een pijnlijke zaak is en dat dat effectief voor veel mensen wel een impact heeft, dat die energieprijzen zoveel hoger zijn. Hè. Maar de grafiek, de linkse grafiek eigenlijk weergeeft, is. De gasprijs is gigantisch gestegen, enorm. Hè. Maar je ziet dat de huidige prijs toch al terug lager is. En we zullen direct ook in een van de bedrijven die we gaan bespreken over hebben. Ja, een van de redenen dat de prijs omlaag komt, is natuurlijk dat er nieuw aanbod van gas is. Hè. Gas kwam oorspronkelijk uiteraard in Europa, zoals we weten, heel veel uit Rusland. Onder andere via de Nord Stream 1-pijplijn, die nu niet meer beschikbaar is. Dus gas moet nu van andere plaatsen komen. Komt via schepen, onder andere vanuit de Verenigde Staten. Want daar is de gasprijs veel lager. Hè. Dus de gasprijs is veel lager in de VS. Dus uiteraard, ook in de VS is men wel gemotiveerd om de gas naar hier te brengen. Niet speciaal om humanitaire redenen, maar gewoon omdat het voor hen ook veel interessanter is om het hier te verkopen. Maar het moet hier wel geraken. Hè. Dus die schepen moeten hier geraken. Dat is allemaal moeten opgestart worden. Ja. Maar dat is nu zo. Hè. Dus die mogelijkheid er weer. Dus die gasprijs gaat onvermijdelijk lager. En dus ook die inflatie gaat onvermijdelijk lager. Hè. Die enorme prijsstijgingen zijn nu voorbij. Dus volgend jaar zullen we toch opnieuw lagere inflatie hebben. Dus die ontspanning... Nu nog een zachte winter erover. Die gaat te komen, ja. Het is... Ja, ik heb onlangs iemand uit Nederland gezien. Nou, het is te hopen dat dit jaar geen Elfstedentocht wordt. Ja, het is eigenlijk niet het jaar. Ja, het is niet het jaar. Het is niet het jaar voor de Elfstedentocht. Ja, we hebben het natuurlijk al een paar keer gehad over 1987. En je staat hier ook de Dow Dies 508 punten. Ja. Dat gebeurt nu wel vaker natuurlijk, maar nu is het procentueel gezien een stuk minder. Dus, ja, het is eigenlijk, ja, ik wou dat inderdaad weergeven. Dus ik mijn carrière ooit begonnen, dus in oktober 1987. En ja, toen heb ik toch voor het eerst geleerd dat je toch een contrarian view moet hebben. Hè. Dus in die maand dat ik startte, is de Dow inderdaad 500 punten gedaald, wat toen 22% was. Op één dag daalde de Dow Jones Index 22%. Dus je kan je indenken, daarna waren alle grote beleggingsspecialisten extreem bearish. Men was enorm negatief en de redenering was, als er zoveel vermogen verloren gegaan is, ja, mensen zullen allemaal de consumptie terugschroeven, er zal geen geld meer uitgegeven worden, we gaan in een Great Depression geraken. Hè. Dat was toen eigenlijk de consensus na de crash van de Dow in oktober. En wat bleek? Dat was absoluut niet het geval. De consument bleef wel geld uitgeven. Dus het bleek dat dat geld dat inderdaad op de beurs verloren was, dat niet geld is dat mensen eigenlijk voorbestemd hadden voor consumptie. De consumptie pikte gewoon terug op. En 1988, het jaar daarna, is een schitterend beursjaar geweest. Omdat toen langzamerhand groeide dat besef, de economie blijft wel draaien, mensen gaan wel op restaurant, wel op reis, kopen wel een auto. De wereld is eigenlijk... Dat is ook wel, vind ik altijd wel grappig, dat als je zelf in die aandelenmarkt zit, want ik werkte in 2008 bij een hedge fund. Nou, de helft van het fonds, zeg maar, ging aan -50%. Elke dag was weer -5, -6, -4. Het bleef maar doorgaan. En dat weet je waarschijnlijk zelf ook nog wel. Nou, dan zaten we met elkaar in Amsterdam. Waren met z'n vieren. En dan had je weer zo'n dag gehad. En dan dacht je, oh god, het gaat echt helemaal mis. En dan deed je de deuren open van het kantoor. En dan zag je mensen allemaal op het terrasje zitten. De restaurantjes zaten vol. En dat je echt dacht van, goh, ja, het leven draait gewoon door. En ondanks dat die beurs gehalveerd is... Ja, dat is een beetje de wereld van waar je dan als belegger in zit. Dan denk je dat het veel groter impact heeft op het echte leven, zeg maar, dan dat het in de praktijk eigenlijk heeft. Ja, dat klopt. En dat is dus de rest die ik eigenlijk in 1987, 88 al geleerd heb, hè, ja. die toen naar boven kwam. En in die zin, ja, het oude adagium van onze vriend Warren Buffett, hè, be greedy when everybody's fearful, eigenlijk klopt dat toch wel. Hè. En op dit moment is dat zo, hè. De grafiek geeft hier ook weer, er zijn heel veel shorts, heel veel pessimisme in de markt.
En ja, dat zijn eigenlijk momenten dat je greedy moet zijn. Hè. En eigenlijk ja, toch wel... Dat is hier wat we rechts zien, dus eigenlijk de shorts zijn op hoogste niveau sinds toch 20 jaar of zo. Hè. Dus ja, je moet greedy zijn. Je moet eigenlijk durven kopen op het moment dat er heel veel pessimisme is. Hè. En ja, in mijn ogen is dat moment nu wel gekomen. Ik las ook dat er was een Bloomberg-artikeltje over de performance van hedge funds, die dus die shorts grotendeels hebben. Dat die eigenlijk dat hele herstel wat we de laatste 6 weken hebben gezien, compleet gemist hebben. En dus dat de underperformance ten opzichte van de markt echt enorm is toegenomen in de laatste 6 weken. Dat zie je hier ook. Dus ja, dat is inderdaad de weergave daarvan. Hè. Dus en nu is de grote vraag, komt dat geld van de zijlijn nu of niet? Komt dat, ja, kijk, uiteraard niet zo makkelijk te voorspellen. Hè. Die cash is er. Hè. Er is heel veel cash op veel plaatsen. Gaat er verder in aandelen geïnvesteerd worden? Maar ja, als we het scenario net weergeven van de inflatie, ja, dat is eigenlijk quasi wel zeker. Hè. De inflatie gaat verder omlaag. Hè. Dus dat gaat wel gebeuren. Dat gaat toch een ontspanning geven. De orders van de bedrijven zijn toch wel gebleven. De meeste bedrijven zijn inderdaad in staat geweest om de marges te behouden. Ja, die combinatie van factoren is eigenlijk toch wel best goed. Hè? Dus als je dan die bedrijven nu aan lagere koers kan kopen dan een jaar geleden, en soms veel lagere koers dan een jaar geleden. Je bent wel een beetje greedy, Stefan. Ja, ik ben een beetje greedy, ja inderdaad. Ja, dat klopt. Had je natuurlijk nog een ander plaatje meegenomen. Dat is meer een soort statistisch eigenlijk gegeven, waarbij... Ja, garanties tot aan de voordeur is het altijd met statistieken natuurlijk. Maar het is wel een heel leuk plaatje om te laten zien. Ja, het is een leuk plaatje. Hè. Uiteraard weet allemaal statistieken. Daar kan je eigenlijk wel alles mee bewijzen. Maar toch, hè, dit vind ik wel een leuke. Ja, we hebben net de midterms gehad in de Verenigde Staten. En wat blijkt nu, sinds 1932 tot nu is het beste jaar in de presidentiële cyclus het jaar na de midterms. Hè. De midterms zijn in november. En dan het jaar daarna tot november het jaar... Daarna is eigenlijk de beste periode. Het is een periode die gemiddeld 17% rendement geeft en met 95% kans op een positief rendement. Dus statistisch gezien... Bijna gegarandeerd, Stefan. Bijna gegarandeerd positief bijna rendement gegarandeerd. Het volgende jaar. Van 17%. Ja, hij was de redenering er een beetje achter. De midterms worden meestal gewonnen door de andere partij dan de president is. Dat is bijna altijd zo. En dat komt omdat de mensen toch altijd een beetje ontevreden zijn van de president. Dus de president moet dan werken met een meerderheid in het huis die een tegengestelde meerderheid is. En in ieder geval kunnen ze dan geen maatregelen nemen om belastingen te verhogen of om te veel reglementering voor bedrijven uit te vinden of dergelijke meer. En dat is eigenlijk meestal de redenering waarom het jaar na de midterms in feite wel goed is. Nu, deze keer is eigenlijk die overwinning van de Republikeinen iets minder uitgesproken dan je had kunnen verwachten. Maar toch, ik denk dat evenwicht zich toch wel... Dat gebeurt gewoon niet zoveel. Ja, het is dat. Het is eigenlijk, maar de beurs gaat omhoog. Ja, de beurs vindt het, goed. Dus de politici doen niet veel goed. Ja. Nou, dan gaan we nu, dames en heren, gaan we kijken natuurlijk ook naar een aantal tips. Stefan is verbonden aan probeleggen als een van de pro's. Nou, met een ervaring die teruggaat tot 1987 mag ik zeker die titel ook tellen. Ja. En eigenlijk zouden we zijn portfolio wat dat betreft ook de Vlam 20 moeten noemen. Want het is toch wel schijnbaar een klassieker in het Belgische landschap. Ja, natuurlijk. Maar het zijn wel Belgische aandelen. Dus ik beleg ook in niet-Vlaamse bedrijven. Dus, ja. Want in die zin was dat natuurlijk wel een beetje een gimmick. Maar ja, het je niet verbazen, mijn portefeuille is fully invested. Ja, als ik dan positief ben over de beurs. Nu moet ik wel eerlijk zeggen, dat is eigenlijk quasi altijd wel zo, omdat ik toch wel in deze portefeuille volledig aan stockpicking wil doen. En de redenering in mijn ogen is, zolang je koopwaardige Belgische aandelen vindt, dan is die portefeuille eigenlijk volledig belegd. En ja, dus dat is zeker nu het geval. Ik kan eigenlijk nog wel een paar aandelen bedenken die ik niet in portefeuille heb, die ik eigenlijk ook koopwaardig zou vinden op dit moment. Maar ja, dat is een beetje het spelletje van de beste alternatieven. Ja, dus inderdaad. Dan moet er ook iets de beste alternatieven. Maar dus deze aandelen... Je hebt het succes niet behaald met het verzamelen van aandelen. Ja, het is dat. Hè. Dus ja, de aandelen die ik hier heb, dat zijn dan inderdaad de beste keuzes. Maar het is dus echt fully invested. En ja, vorig jaar had je natuurlijk een fantastisch rendement. Hè. Voor mij 40% plus. En dit jaar eigenlijk een supermooi rendement gehad. Want het staat nu year-to-date op -2,5% in een beurs die toch nog steeds wel -10, -12 doet. Dus eigenlijk wel, ik neem aan dat je heel tevreden bent met hoe het gaat de laatste anderhalf jaar. Ja, ik ben op zich wel tevreden. Alhoewel het natuurlijk ironisch is, we hebben altijd geld verloren. Hè. -2,5 is altijd negatief, dus dat is natuurlijk niet, that's not what we go for. Ik denk niet aan relatief rendement. Maar objectief gezien inderdaad, in vergelijking met de markt is het eigenlijk wel best goed. Hè. Ja, ja. Dus ja.
Dan wilt u meer informatie over ProBeleg en hoe u de portefeuille van Stefaan structureel kunt volgen. Dan krijgt u updates, dan krijgt u via de app krijgt u altijd informatie wat Stefaan koopt of verkoopt. En analyses als er bijvoorbeeld cijfers zijn, dan staat hieronder ook de link om bij ProBeleg een kijkje te nemen. Er zijn nog 10 andere portefeuilles die we draaien bij ProBeleg, dus dan kunt u makkelijk een kijkje nemen. Maar ja, nu willen mensen natuurlijk ook wel graag een aantal van je toptips weten op dit moment, Stefaan. Dus dan gaan we naar de eerste. En ja, het zal mensen denk ik niet meer verbazen dat dit aandeel in deze sector in ieder geval te zoeken is. Oh ja, het kadert wel een beetje in het verhaal. Dus inderdaad, het is ook mijn grootste positie in de portefeuille, dat is het bedrijf Exmar. Nu, wat doet Exmar? Exmar doet inderdaad het transport van gas, waar we het net van hadden. Het gas dat niet meer via de pijplijn vanuit Rusland komt, moet dan via schepen komen. En vooral uit de Verenigde Staten. Dus dat is iets wat Exmar doet. Maar eigenlijk, Exmar, het heel goede nieuws, het is een beetje cynisch natuurlijk, maar die oorlog is voor Exmar wel goed uitgekomen. Ze hadden drie belangrijke platformen die werkloos waren voor deze crisis gekomen is. En één is een FSRU, dat is eigenlijk een platform om schepen, wanneer ze met liquide gas toekomen, om dat terug te vergassen en te versturen. Dat was werkloos en dat is nu toch wel gehuurd door de haven van Eemshaven. Dat ligt nu in Nederland hier. En vanaf vorige maand komen de schepen toe om gas dat vloeibaar vanuit de VS komt, inderdaad te vergassen. Dus dat was al een belangrijke, heel belangrijke stap. Wij Nederlanders helpen Exmar een beetje uit de brand eigenlijk. Ja, schitterend. En dat was ook voor mij de reden om toen het aandeel te kopen, omdat het al een heel goede zaak was. Want eigenlijk zo'n platform dat werkloos is, dat kost iedere dag geld. Ik dacht iets van een $10,000 per dag kost gewoon. Terwijl nu brengt het natuurlijk heel veel geld op. Dus dat was al een heel goede deal. De Nederlandse overheid kennende hebben waarschijnlijk de hoofdprijs betaald. Ja, die hebben goed betaald. Maar ja, het was ook belangrijk. Het was ook belangrijk dat gas moet ook aangeregeld worden. Dus dat was al een heel belangrijke stap voor Exmar. Maar daarna is nog een veel grotere stap gekomen. Want ze hadden ook een ander platform dat werkloos was. Dat is dan weer een platform om gas vloeibaar te maken, om te kunnen transporteren. Dat was oorspronkelijk actief in Argentinië, maar de Argentijnen hadden het contract opgezegd omdat 2 jaar geleden de gasprijs zo laag was dat dat niet rendabel was. Dus dat platform was ook werkloos. Maar nu heeft Eni dat gehuurd om dat in te zetten in Congo, in Afrika, om daar dus gas liquide te maken en te transporteren. En Eni heeft dat gekocht voor $654 miljoen. Dus onvoorstelbaar. Niemand had die prijs verwacht. Dus daar heeft Exmar een meerwaarde op gemaakt van iets van een $250 miljoen. En bovendien is er nog een ander platform, een derde platform, dat ook werkloos was. Dat is dan ook gehuurd door Eni voor 10 jaar. Om ook ingezet te worden in Congo. Dus Exmar is omgeswitcht van een bedrijf dat 3 platformen hadden die werkloos waren met een schuldenpositie, naar een situatie waar men netto cash heeft, voor meer dan $200 miljoen. En die 3 platformen die verhuurd, of 2, 1 dat verkocht is en 2 die verhuurd zijn op lange termijn. En ondertussen de schepen, want ze hebben uiteraard ook nog een aantal schepen die natuurlijk heel veel werk hebben om gas te transporteren vanuit de Verenigde Staten. Dus ja, eigenlijk de schatting is nu dat de totale waarde van Exmar toch wel een €800 miljoen is. We staan nu iets van een 600. Dus dat er nog wel een opwaartse ruimte voor is. En bovendien, ja, men kan nu ook nog die cash die er nu is, nog wat extra investeren. Als je het zo hoort, dan denk ik van nou, alles heeft ook meegezeten natuurlijk. En eigenlijk, een geprofiteerd van wat er gebeurd is in Europa. Wat voor risico's zie je nu voor deze investment case op dit moment? Ja, het is heel eigenaardig. Er is misschien een risico. Je zegt, ze hebben $200 miljoen cash. Ze kunnen daar verkeerde investeringen mee doen. Je zou dat een risico kunnen noemen. Sommigen zouden zeggen, het is beter dat ze die cash uitkeren. Ze hebben trouwens al een mooi dividendje uitgekeerd. En ik verwacht wel dat ze in de toekomst mooie dividenden zullen uitkeren. Maar ja, theoretisch, eigenaardig genoeg, is misschien voor hen het grootste risico dat die pijplijnen vanuit Rusland terug worden opgestart en dat die schepen minder nodig zijn. Dat zou je een risico kunnen noemen. Maar de andere contracten zijn op lange termijn al afgesloten. Dus ik denk wel dat transport van vloeibaar gas toch nog vele jaren zal verder gaan. Ze willen zich daar ook nog verder in profileren. Dus in mijn ogen is er heel weinig risico. En heeft de markt het feit dat we komen van, het was een hoog risico aandeel. Met veel schuld, maar nu netto cash en zo. Dus die switch van een risicovol aandeel naar een, in mijn ogen, niet meer risicovol aandeel, is ondanks het feit dat de koers verdubbeld is, eigenlijk nog niet voldoende in de koers. Dus gaan ze doen, die 200 miljoen cash? Want het zijn natuurlijk bedrijven die een beetje, ja, toch een
een beetje te boek staan als dat ze dan schepen bestellen op de verkeerde tijdstippen vaak. Ja, ze hebben inderdaad, wat je had kunnen verwachten, ze hebben inderdaad 2 schepen besteld en uiteraard worden die pas geleverd in 2024. Het duurt wel eventjes om zo'n schip te maken, dus we zullen uiteraard zien. Zijn ze dan werkloos in 2024, of hebben ze dan nog huurders? Ja, dat... Nee, eigenlijk blijft het punt daar inderdaad, als de Russische export via pijpleidingen terug op gang zou zijn in 2024, dat zou wel een moeilijkere zaak zijn. Alhoewel die schepen natuurlijk ook wel worden ingezet voor transport naar Azië, waar het gebruik van gas toch ook toeneemt en dergelijke meer. Dus ja, ik denk wel dat we mogen vanuitgaan dat die schepen ook in 2024 heel succesvol zullen zijn. Dus ik zie het aandeel toch wel duidelijk hoger gaan. 25-30% in het vat. Toch wel, ja. Ja, dan gaan we naar het bedrijf wat niemand kent. Maar toch iedereen kent. Ah, dat is toch mooi. Wel mooi. Want dat is, Dieteren. Dieteren. Want in Nederland, ja, als ik nu aan 100 Nederlanders vraag Dieteren, dan zegt ze geen idee. Als ik zeg carglass.nl, ja, dan zal iedereen het kennen natuurlijk. Wat is je tweede tip? Ja, dat is de tweede grootste positie in mijn portefeuille. Heb ik ook al zeer lang. Inderdaad, in België is Dieteren wel bekend. Want België is Dieteren de import van de auto's uit de Volkswagen groep in België. Dus Volkswagen, okay. Audi, Porsche en zo. Maar dat is alleen in België uiteraard. Hè. Nu, die business is geen groeiende business, maar die is op dit moment wel relatief rendabel. Want mensen kopen tegenwoordig duurdere auto's. Hè. Dus ook die marge wordt doorgegeven. Hè. En die elektrische auto's zijn ook veel duurder. Ja, dus dat. Dus eigenlijk is op dat gebied, ondanks het feit dat er eigenlijk geen echte groei is in volumes, is er wel mooie marges die gemaakt worden. Maar toch inderdaad, de waarde van Dieteren is inderdaad hun positie in Belron Carglass, wat eigenlijk een wereldwijd bedrijf is. Zeer rendabel, zeer winstgevend. Een sterke groei. En de groei komt onder andere van het feit dat de voorruiten van auto's meer en meer elektronica bevatten. Dus in vroegere tijden kon eigenlijk iedere garagist kon eigenlijk wel zijn voorruit vervangen. Maar nu is dat niet meer zo. Hè. Die voorruit zit elektronica in. Volgens mij, er was laatst iemand die ik kende, die moest zijn ruitje laten vervangen. Volgens mij was het 1000 of 1100 euro, omdat met al die elektronica. Ja, dat is eigenlijk high-tech business geworden. En daar heeft Carglass toch wel echt een soort unique selling proposition. Hè. En zij maken trouwens meestal contracten ook met de verzekeraars. Dus de verzekeraars, iedereen die een leasing of een auto heeft, is als het ware verplicht om naar Carglass te gaan, omdat ze weten dat Carglass dat efficiënter, beter kan. Dus dat is een relatief unique selling proposition. Ik denk dat het aantal auto's met elektronica in de ruiten, dat gaat met 4% per jaar vooruit. Hè. We zijn nu iets van 22-24%, dus ieder jaar is dat 4% meer. Dat gaat nog een aantal jaren verder gaan. Dus ja, die groei lijkt mij toch nog altijd verder te gaan. Dus ik schat de waarde voor Dieteren in zijn totaliteit toch wel rond 12 miljard euro. We staan nu 9,5 miljard, dus er zit daar ook nog wel iets extra in het vat. En het is inderdaad, dat is een deel van het verhaal geweest. Hè. Dieter, ook in België, was wel bekend, maar eigenlijk om de verkeerde reden. Om eigenlijk een kleine activiteit, hè. Dat is de ironie. Hè. Dus het grote picture. Het aandeel heeft het ook gewoon goed gedaan. Hè. Ja, het aandeel heeft het inderdaad wel goed gedaan. Hè. Dus daardoor begint het wel wat naamsbekendheid te krijgen. Maar ja, dus naar mijn mening zijn we hier nog absoluut niet aan het einde van dit verhaal. Een hele domme vraag, maar we hebben ze ook van die is in België het merk wat ze gebruiken ook Carglass of niet? Ja, absoluut. Ja, en ook van die filmpjes van die medewerkers die dan hetzelfde reclameconcept. En het zitje in de ruit. Dat is hetzelfde. En ook in Frankrijk trouwens, dus op veel plaatsen. Okay. Ja, dus dezelfde soort reclame die je daar kan terugvinden. Ja, sterk merk, echt wel een sterk merk, zeker en vast. Hey, en dan de laatste tip die je hebt meegebracht is een Ageas. Ageas, ja. Ageas is eigenlijk, ik zou ook zeggen, de erfgenaam van Fortis. Hè. Heeft ook lang een heel slechte reputatie gehad. Een slechte herinnering voor vele beleggers. Hè. Dat is inderdaad wel zo. Hè. Ik ben bang dat mensen nu afschakelen. Maar ja, ondertussen, hè, de financiële crisis ligt dan toch ondertussen wel achter ons. Hè. En in België is dat de grootste verzekeringsmaatschappij. AG, vooral een levensverzekeringsmaatschappij, maar ook een algemene verzekeringsmaatschappij. Dus een heel stabiele, betrouwbare business, maar niet spectaculair. Daar heb je niet heel veel groei. Maar Ageas is ook heel actief in China. In China, waar levensverzekeringen relatief nieuw zijn, mensen hebben die cultuur nog niet zozeer om levensverzekeringen te nemen, of bedrijven hebben nog niet echt de cultuur om groepsverzekeringen te nemen, maar die business is toch op gang aan het komen. Dus in China kent Ageas een sterke groei. Dus dat is in mijn ogen eigenlijk de mooiste combinatie die je kan hebben. Een bedrijf met een stabiele, betrouwbare thuismarkt en dan toch ook een nieuwe groeimarkt die nog niet zo heel rendabel is, maar die wel sterk aan het groeien is. Dus heel mooie business. En toch is het
aandeel heel fors gedaald recent. En dat heeft vooral te maken met China. Omdat er inderdaad, hè, dat zijn nu de IFRS-regels, er zijn een aantal minwaardes op aandelen in China en op vastgoed in China. Dus die moet je in één keer boeken. Hè. En daardoor hebben ze minder winst dan verwacht. Dat is Chinese gap of zoiets. Ja, dus ze zijn verplicht om dat te doen. En dus de winst, over het derde kwartaal hadden ze maar 4 miljoen euro winst, terwijl er 91 miljoen... Omdat de beurzen dus zo hard waren gedaald. Ja, want de going business was wel goed. Dus de verkoop van levensverzekering was 10% hoger. Dus de going business is goed, ze hebben afschrijvingen moeten doen. Maar maken ze dan niet een soort aangepaste winst voor die gecorrigeerd voor beursontwikkeling of zo? Ja, dus blijkbaar hebben ze die minwaardes toch moeten nemen. Hè? Dus, ja. Maar ja, dat is in mijn ogen een eenmalig gebeuren. Hè? Dus de markt heeft als de beurs nu weer 10% stijgt, dan maken ze weer een briljant kataal. Ja, het is daarom. Dus eigenlijk is het in die zin zou het een beetje een hefboom op China kunnen noemen eventueel. Dus ja, Agea staat nu maar 37 euro. Dat betekent dat we zelfs met die verlaagde winstschattingen nu aan een koerswinstverhouding van 8 noteren. Het dividendrendement is meer dan 7%. Ze hebben trouwens gezegd dat ze het dividend ook dit jaar met 9% zullen verhogen en ook voor de volgende jaren. Dus ja, je kan in mijn ogen niet te veel bedrijven vinden waar je zo'n mooi dividendrendement hebt, dat zo zeker is. En een conservatief bedrijf dat toch ook een groeipoot heeft. Hè. Dus... Dat is natuurlijk weinig groei in Europa, in Nederland, in België, in deze markt. Of ja, het is eigenlijk gewoon geen groeimarkt, het is een krimpende markt. In Nederland zie je natuurlijk ASR en Aegon Nederland, die gaan samen, want dan kunnen ze synergie behalen op de kosten. Maar groeien doet het natuurlijk niet meer. Nee, dat stuk groeit niet. Dat is inderdaad wel heel duidelijk. Maar ja, die groei zit dan toch wel in China. En ik denk dat, of mij zou lijken, dat die groei van die levensverzekering in China wel verder gaat. Hè. Dus in verhouding daarmee is het aandeel toch wel heel laag genoteerd. We stonden zowel in 2019 als 2021 boven de 50 euro. We staan er nu 37. Ja, ik zie die toch wel terug richting die 50 euro gaan op termijn van 12, 18 maanden. Dat zou toch moeten kunnen. Nou, helemaal super, Stefan. We hebben de crisissen besproken. We hebben besproken dat greed is good. Oh nee, dat is was weer greedy when everybody's fearful. En we hebben je drie tips natuurlijk, waarvan de laatste Agea's, Dieteren en als eerste Exmar. Heel veel dank voor de tips en de toelichting, de deep dive van jouw probeleggen propositie. Wilt u nou meer weten over een vermogensbeheer waar Stefan partner is, dan kunt u hieronder op de link klikken. U kunt ook probeleggen zelf een kijkje gaan nemen. Ik wil Stefan in ieder geval heel hartelijk danken. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor het kijken. En dan wens ik u veel plezier bij de volgende deep dive. Dank u wel. Ja, dank je wel.